Dit is mijn vader zijn setup en deze setup kan echt niet meer. Hij gebruikt niet eens een muismat in zijn setup. Dus vandaag bouwen we een gaming setup voor mijn vader. En dit is wat hij momenteel allemaal gebruikt. Het enige lichtpuntje in de setup vind ik de monitoren. Die gaan we ook gewoon zo houden. Dit zijn gewoon twee mooie monitoren van HP. En die zitten ook heel erg mooi al weggewerkt. Netjes recht, dus die laten we zo. Maar bijvoorbeeld dit toetsenbord kan echt niet. Het is niet eens een mechanisch toetsenbord. Dus dat zijn een paar dingen die we gaan upgraden. Maar we gaan natuurlijk nog meer upgraden. Zo komt er een nieuwe PC, een nieuw toetsenbord, een nieuwe muismat en wat RGB. Nu jullie weten wat er in een PC gaat, is het tijd om de setup af te gaan breken. Want we moeten natuurlijk een hele hoop dingen toevoegen en er moet wel plek zijn. Dus dit slechte toetsenbord moet gaan. En dan is dit de PC die we in deze setup gaan gebruiken. Ik heb laatst een video hierover gemaakt, want in deze PC zit een 4060 en een Ryzen 5 5600X. Ik denk dat deze super mooi in de setup gaat staan. Met die mooie paneeltjes aan de voorkant. Dus dat wordt sowieso super dik. Want nu moet hij het doen met deze Acer laptop. En die is echt super verouderd. Daar kan hij helemaal niks mee. Dus ik denk dat het echt tijd werd voor een upgrade. En daar is waar deze PC goed voor gaat zijn. Dus die gaan we even een plekje geven in de setup. Hier aan deze kant van de setup. Dus ja, deze komt dan hier. En ik denk, ik moet die monitoren ga ik nog ietsje naar links doen. En dan staat die hier wel echt heel erg dik. Vooral met deze vette panels aan de voorkant. Dit is dik. We hebben hier de monitor en die vind ik op zich nog best wel redelijk. Die heeft hij ook vastgemaakt hier aan zo'n beugel, dus dat is best wel prima. Het enige wat ik graag nog weg zou willen hebben is dit ding. Alleen, ik denk niet dat deze loskomt. Dan voor het toetsenbord gaan we deze gebruiken. En dit is de EpoMaker EK68. Deze is echt heel erg nice, zoals je hier kunt gaan zien. Ik moet hem nog even unboxen. Hij is zwart met grijs, maar hij ziet er wel gewoon heel erg clean uit. En zo heeft mijn vader ook nog wel van die pijltjes toetsen. Want anders, als we een 60% toetsenbord gebruiken, snapt hij het denk ik niet. En het thema van de setup is ook zwart met grijs. Een beetje dat soort kleuren, dus dit toetsenbord gaat heel erg mooi staan in de setup. Dus een gaming toetsenbord is wel een upgrade, maar dat kun je natuurlijk ook gebruiken als je geen gamer bent. En zoals je ziet staat hij ook super dik bij de PC case, een beetje dezelfde kleuren. Dan voor de muismat heb ik gekozen voor de Tommy Boy Topo zwart. Ik denk dat die heel erg cool gaat zijn in deze setup, omdat we veel zwart en wit gebruiken. Maar ik moet jullie eerlijk toegeven dat ik ook heb getwijfeld om een kleine te doen. Ik weet eigenlijk niet of nou een grote topo muismat of een kleine beter gaat zijn in deze setup. Dus ik heb eigenlijk allebei even getest. En ik denk dat we toch moeten gaan met de kleine. Het maakt het misschien net iets cleaner in deze setup. Plus mijn vader is natuurlijk een beetje een boomer. En snapt niet dat een toetsenbord ook op een muismat kan. Dus ik denk dat hij dit fijner vindt. De muis voor zijn muismat en het toetsenbord naast de muismat. En het staat ook gewoon heel erg goed zo. Dus dat is wat ik denk dat we hem nu gaan doen. Nu tijd om wat RGB toe te gaan voegen om de setup wat minder saai te maken. En daar gaan we deze Govee Lightbar voor gebruiken. Eigenlijk wou ik hem hier zo boven de setup hangen. Ik denk dat dat best nice kan zijn. Alleen waar ik bang voor ben is met deze plakstripjes. Dat de muur gaat beschadigen met eraf gaan, want het is niet zo'n relaxte muur. Namelijk zo'n korrelige muur. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Want als je dan iets eraf trekt, neemt het misschien een stukje muur mee. En dat willen we natuurlijk niet. Dus nu ga ik hem denk een plekje geven gewoon achter de setup. Zo uit. En dan heb je een soort van lichtbalk achter je setup. Ik denk dat dat best cool is. En je kunt deze ook super makkelijk via de app op allemaal andere kleuren zetten. Zodat eigenlijk de hele look van de setup heel anders wordt. Dus het is maar net wat hij dan wilt qua kleur. Daar kan hij het dan op zetten, wat op zich wel relaxed is. Dus ik denk dat dit wel nice is en dat hij dit wel gaat gebruiken in de setup. Dus ja, de setup begint er echt heel erg goed uit te zien. Het is tijd om even de PC aan te sluiten. En ik denk dat we dus gaan voor de kleine muismat, want als ik dit zo zie, ziet het er wel gewoon echt heel erg goed uit. Maar laat zeker weten in de comments of jullie zouden gaan voor een kleine muismat in mijn vaders setup of een grote, want ik kan het dan altijd nog na de video aanpassen. Het is nu tijd om eigenlijk alles aan te sluiten. We hebben nog een paar kabels nodig en een internetkabel. En dan is de setup ready en kunnen we ook wat games gaan downloaden voor mijn vader die hierop wil spelen. Dus we moeten even alles gaan instellen, alles gaan opzetten en dan hopelijk zijn we klaar voordat hij thuis is, want anders de hele verrassing eraf. Oké jongens, de setup staat. En moet je nou toch eens kijken? Het kan toch niet anders dan dat je hier blij mee bent als je thuis komt. Dat je ineens ziet van, yo, de muffe setup is weg en het is nu gewoon deze supercoole setup geworden. De PC is ook echt super dik, de monitoren zijn nice, het draadloze toetsenbord werkt. De muis deed het nog niet draadloos, maar deze kan ook draadloos. Dus dan gaat die kabel nog weg en dan heb je eigenlijk helemaal geen kabels. Ja, ik moet nog wel even wat games downloaden die bijvoorbeeld mijn vader kan spelen, want
Ik denk dat Valorant of Apex hem niet helemaal gaat worden. Maar ik heb wel een idee van een spel dat ik kan downloaden voor hem. Dus laten we dat doen en dan is het wachten tot hij thuis komt. En hebben we ineens een super dikke setup gemaakt. Als er namelijk één game is die ik moet downloaden, is dat Candy Crush. En ik weet eigenlijk niet eens of je dit op PC kan spelen, maar ik denk het wel. Dus ja, Candy Crush is wel iets wat we even op deze PC moeten gooien. Dus ja, Candy Crush gaat even gedownload worden, zodat hij thuis komt straks. En meteen Candy Crush kan knallen op deze hele goede PC met een 4060 erin. Want wie wil dan nou niet Candy Crush spelen op een 4060? Ik hoef dat niet te spelen. Maar hij wel, dat weet ik. En toen kon het wachten beginnen. Wanneer komt mijn vader thuis, zodat ik de setup kan laten zien? Na minuten wachten, want hij was eigenlijk echt al heel erg snel thuis, hebben we dan eindelijk de reactie van mijn vader. Resultaat. Ja, we beginnen makkelijk. Gaan we eens kijken of we hier goede Candy Crush op kunnen spelen. We kunnen dus wel stellen dat mijn vader blij is met de gaming setup. En hij heeft hier echt nog heel wat uurtjes doorgebracht en Candy Crush gespeeld. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gooi een like als je hem leuk vond en abonneer voor meer video's. En dan zien jullie mij later.